je merkt toch dat Fortuyn zit toch nog wel hoog. Want we zijn natuurlijk best wel kritisch geweest op Fortuyn. En dat wordt niet door iedereen gewaardeerd. Ook niet nu door alles wat weer opgerakeld wordt. Dat doet men veel genoegen. Ja, waarom? Ja. Omdat mensen kennelijk nog steeds, niet waar, in de Fortuyn-mythologie geloven. Ja, dat blijkt wel, ja. En dat is heel treurig. En dat betekent eigenlijk dat wij onze ingrijpende en zo scherp mogelijke kritiek op Fortuyn, dat wij die voort moeten zetten. Wij door moeten gaan met duidelijk te maken dat het in allerlei opzichten een volledig opgeblazen zaak was. Een media-hype, laten we het maar even zo noemen. Het van Rossum, kunt u mij horen? Dan hebben we nog eventjes één ding. Daar is ook een vraag over binnengekomen over de universiteiten en de bijbaantjes. Er is een onderzoek naar gedaan. Ja, zeker ja. Dat slecht wordt bijgehouden. En je hebt natuurlijk aan een universiteit gewerkt. Een instituut noem je dat altijd, hè? Het instituut. Ja, je werkt bij een instituut. In mijn geval het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Ik meen dat dat organisatorisch op een goed moment gefuseerd is met het Theologisch Instituut. Wat ik ronduit een zonderling vond. Maar goed, kennelijk is dat toch een soort theologie die min of meer als wetenschap beschouwd kan worden. Ik wil verder niemand kwetsen op dit punt. Maar goed, daar heb ik mijn hele leven gewerkt. En hadden mensen daar wel eens bijbaantjes? Ja, ik was zelf iemand die natuurlijk wel eens iets deed buiten de structuur van de universiteit om. Ik herinner mij zelfs dat toen ik met die lezingen begon, dat zal ja, eind jaren 90, begin van deze eeuw zal dat zo'n beetje geweest zijn. Dat ik af en toe eens een lezing buiten de deur hield. En dat ik tot mijn betrekkelijke verbazing, en dat zou een beetje strijdig zijn met wat je nu net vertelde, of dat onderzoek. Plotseling een brief kreeg of ik maar zo goed was om al die lezingen op te geven. Met het tijdstip en waar het was. En nou, ik weet niet of ik ook moest opgeven wat ik ermee verdiende. Dat is mij helemaal. Dus heb ik een brief geschreven dat ik daar helemaal niets voor voelde. En dat ik per slot van rekening gewoon 36,2 uur per week werkte voor de universiteit. Dat als men daar ontevreden over was, dat ik het graag wilde horen. Maar dat ik er nooit iets over gehoord had. Dus kennelijk toch nog tot tevredenheid. En dat ik verder wat mij betreft mijn vrije tijd mocht vullen zoals ik dat zelf wilde. Ja, de een wil de hele dag naar de televisie kijken als die vrij is. En een ander vindt het leuk om af en toe een lezing te houden. Dus ik heb daar eigenlijk wel vrij gepikeerd op gereageerd, ja. Waar ik overigens daarna nooit meer iets over gehoord heb, nooit. Wat wel goed is dat ze het navragen, want nu is dus het voorbij. Jawel, nou, het gaat er natuurlijk om of mensen zo ontzettend veel in de bij doen, dat in feite hinderlijk is voor de taakuitoefening aan de universiteit. Dat vind ik, ja, dat moet na te gaan zijn. Ja, ik kan me voorstellen dat ze bij jou dachten, het moet niet zo zijn dat hij vaker bij de NOS zit commentaar te geven dan dat hij bij ons in de collegebanken staat. Ja, kan je natuurlijk ook, je kunt daar ook redeneren, dat werd ook soms wel gedaan later, van het is ook een soort reclame voor de universiteit. Ja, dat wordt ook gezegd, ja, klopt. Ja, dus ik weet het niet. Nou ja, je hebt nu zo'n mevrouw, die werkt hier ook bij het Instituut voor Geschiedenis, volgens mij bij internationale politiek, die zit nu steeds over Oekraïne iets te zeggen. Bellen is en vragen ze of ze ook zo'n brief heeft gehad, van ja, wat doet u daar eigenlijk precies bij Max, hè? Waarom zit u geen tentamens na te kijken? Ja. Bij wijze van spreken. Het bekende voorbeeld is van Jan-Peter Balkenende, die ook bij EY werkt, het consultancy. Ja, daar was ook opwinding over. Nou moet ik je, misschien is dit luxe praat van M. van Rossum, maar het bleek over 8000 euro te gaan. Over nou twee jaar, reiskosten. Ja, ga daar nou op het dak zitten, zeg. Daar ga je toch niet druk over maken. Want even voor de duidelijkheid. Bovendien is hij natuurlijk benoemd, juist vanwege het feit dat hij een voormalige minister-president was. Ja. Dus dat is in allerlei opzichten een symbolische functie en benoeming. En daar ga je toch niet druk maken over dit soort van bedragen. Nee, en het gaat over de Erasmus Universiteit. En voor de mensen die het gemist hebben, die betaalden aan EY voor de uren dat hij niet ingezet kon worden, betaalden ze een x-bedrag. En dat was dus over 2 jaar 8000. Ik vond eerlijk gezegd dat die magertjes betaald werd. Ja, nou wat wel een punt was wat ik las, is dat ze dus zeggen van hij mag de titel hoogleraar voeren, Balkenende. Hij mag ook alles doen wat daarbij hoort. Volgens mij zelfs de klederdracht, et cetera. Maar hij hoeft geen onderzoek te doen. En hij publiceert ook nauwelijks. Terwijl andere mensen met dezelfde functie dat wel moeten doen. Ja, dat zou kunnen. Maar dan vergeet je uiteindelijk, heel, heel karakteristiek is dit overigens, dat de belangrijkste functie van de hoogleraar is, hij is hoog, maar hij is vooral leraar.
Dus ik hoop dat hij hele leuke colleges geeft over zijn ervaringen als minister-president. En de traagheid van de besluitvorming. En dat moet, als hij dat goed doet, en hij is bepaald geen slechte spreker, zie ik niet in wat daartegen is. Het is een hoogleraar. We hadden heel lang geleden, hij is al lang overleden, hadden wij een hoogleraar aan het instituut, dat was professor Boogman. Nou, dan zat, toen begon al dat deftige gedoe van onderzoek en hoe belangrijk dat niet was. En ook allemaal in steenkolen Engels liever naar congres op Hawaii, dat werk. En dan zei hij altijd van, ja, dat is allemaal heel erg leuk, wij zijn een onderwijsinstelling. En daar had hij groot gelijk in, naar mijn idee. Maar dat wordt nogal eens vergeten. Hè? Heel veel hoogleraar vinden zichzelf ook veel te deftig om eerst en tweedejaars colleges te geven. Ja. Ja, dus dat laat je over aan assistenten. Nou, dat vind ik helemaal verkeerd. Leuk voor Rutte dit ook om te zien dat hij dus nadat hij premier is geweest, kan hij ook dit soort dingen gaan doen. Kan hij ook ergens hoogleraar worden. Ja, en dan mag hij zichzelf van mij professor noemen. Daar zit ik helemaal. Mooi is de titel van professor in Nederland niet wettelijk beschermd. Als jij wil zeggen, ik hoor professor podcast, helemaal geen probleem. Nee, dat is Koos al. Oh, dat is Koos, ja, professor. Ja, ja. In Groningen. Dus. Zou hij ook werken aan een dissertatie over podcast? Ja, dat moeten we eens vragen. Misschien ja, dat wel. Is wel interessant. Hij heeft nog niet gebeld is in het kader van zijn onderzoek. Maar je kunt dus gewoon zeggen dat je professor... Dus Pim Fortuyn noemde zichzelf ook professor. Was hij wel professor? Nee, die was. Die had ook zo'n symbolische benoeming. Want hij was dan, hoe heet het ook weer? 1FTE, 1 dek. Volgens mij was hij ook aan de Erasmus Universiteit voor 1 dag in de week professor. Ik heb altijd, ja, dat was flauwe roddel natuurlijk. Ik heb begrepen dat hij eigenlijk nooit kwam opdagen, behalve als het de gelegenheid was om wat jij noemt de klederdracht van de hoogleraar te dragen. Om dus met zo'n deftig gezicht voor te schrijden naar een of andere plechtigheid. Het is heel, heel vervelend lopen met die toga. Dat is echt afschuwelijk, kan ik niet anders zeggen. Doen ze één dag in het jaar nog, volgens mij bij de opening van het universitair jaar? Ja, zeker. Dan rukken ze aan. Een hele stoet kun je daar voorbij zien komen. Ja. Ja. Word je altijd voor uitgenodigd. Begin september is dat altijd. Ja. Er zijn trouwens nog wel wat reacties binnengekomen op mensen die toch... je merkt toch dat Fortuyn zit toch nog wel hoog. Want we zijn natuurlijk best wel kritisch geweest op Fortuyn. En dat wordt niet door iedereen gewaardeerd. Ook niet nu door alles wat weer opgerakeld wordt. Dat doet me veel genoegen. Ja, waarom? Ja. Omdat mensen kennelijk nog steeds, niet waar, in de Fortuyn-mythologie geloven. Ja, dat blijkt wel, ja. En dat is heel treurig. En dat betekent eigenlijk dat wij onze ingrijpende en zo scherp mogelijke kritiek op Fortuyn, dat wij die voort moeten zetten. Dat wij door moeten gaan met duidelijk te maken dat het in allerlei opzichten een volledig opgeblazen zaak was. Een media-hype, laten we het maar even zo noemen. Maar dat was dus van de week bij Jinek, een talkshow, waarin, daar zat ook Spekman trouwens, van de PvdA. En Joost Vullings, die toen parlementair verslaggever was, nog steeds. Maar toen heeft hij dat van dichtbij meegemaakt. En daar werd Fortuyn toch weer op het schild gehesen. Wouke van, weet ze, Wouke? Van Schermburg. Ja, die verslaggever die natuurlijk ook met dat koken-incident heeft gehad, die zat er ook. Matt Herbe zat aan tafel. Dus, Ik moet zeggen, een wonderlijk gezelschap, pas punt 1. En punt 2 zou ik zeggen dat de meeste van de genoemde namen beter zouden moeten weten dan te zeggen dat die Fortuyn zo geweldig is geweest. Het komt meestal voort uit het feit dat men van Fortuyn eigenlijk alleen natuurlijk zijn succesvolle tv-optreden herinnert. En dat blijkt ook altijd weer dat nooit iemand iets van hem gelezen heeft. Ik heb het al eens eerder gezegd. Laten nu al die mensen die zo positief zijn dat boekje eens lezen tegen de islamisering van Nederland. Ik heb het al eens samengevat. Het is het dunste boekje waar de grootste hoeveelheid onzin in staat die ik ooit in zo'n relatief dun boekje bij elkaar heb zien staan. Ja. Ad Melkert heeft dat destijds ook gezegd. Hij heeft gezegd. Ja, ik ben bang dat Ad Melkert een beduidend intelligentere man was dan Pim Fortuyn, maar ik geef toe dat hij wat minder charismatisch was. Spekman zei trouwens, Fortuyn en de PvdA hadden toch al wat zaken gemeen. Op bepaalde punten. Bijvoorbeeld de zorg. Nou, dat is mij nooit helemaal duidelijk geworden. Hmm. Volgens mij had Jan Marijnis eigenlijk vrij scherp gezien dat wat Fortuyn was pimpelpaars. Dat hij eigenlijk de typische ontwikkeling van de paarse jaren, dat hij eigenlijk die versterkte en onderstreepte. En of dat wel zo gelukkig was, dat weet ik niet. Er is een boek van Duco Hellema over de samenwerking van de Partij voor de Arbeid met de VVD in de paarse jaren. En daarvan is de titel, als ik het me even goed herinner,
Dat hadden wij niet moeten doen. En ik moet je zeggen, ik was daar in de tijd ook een voorstander van. Maar achteraf ben ik daar veel, veel twijfelachtiger over gaan denken. Op die zin, ik ben vervuld met twijfel geraakt over al die samenwerkingsverbanden. Ja. Met laten we zeggen, het agressieve en het liberalisme. 20 jaar is het bijna geleden, hè, dat die moord heeft plaatsgevonden. En dus ook het hele verhaal. En laten we nou eens even nagaan wat dat nou opgeleverd heeft. Hè? Want hoe kun je nou in godsnaam positief zijn over Fortuyn als je kijkt naar die lamentabele fractie die die man bij elkaar had gesprokkeld. Hè? Halve garen prutsers, als er 3 mensen in hebben gezeten die iets konden achteraf, dan is het nog veel. En dat moest dan de Nederlandse politiek gaan vernieuwen. Kom op. Daarvan zijn dus ook wel allemaal mensen die gewend waren om voor zichzelf te werken, dus eigen baasje waren, en die moesten ineens samen iets gaan doen. Kom op, en toen hebben ze toch god beter het hele jaar ruzie gemaakt met die fractie. Toen hadden ze dus 2 ministers en dan weet ik hoeveel staatssecretaris. Ze gaan die 2 suffe ministers, Bomhoff en hoe heet die vent? Nawijn? Nee, niet Nawijn, Bomhoff en... Oh ja, de platenbaas. Ja, de platenbaas. Met die gaan daar ruzie zitten maken, joh. Het was een bubbel. Het was een gasbubbel. Herman Heinsbroek. Herman Heinsbroek, ja, die altijd over zichzelf in de derde persoon sprak. Heinsbroek is er niet voor. Heinsbroek vindt dat het wel mooi weer is. Hè? Nee. Fortuyn, als je zegt het was een kanariepiet in de mijn, dan zeg ik allee, dat geldt voor het hele populisme in allerlei opzichten, namelijk een signaal dat er wel gevoelens van ontevredenheid waren, die eigenlijk een nogal vaag karakter hebben. Ik heb altijd, er is in de tijd, ook in het voorjaar van 2002, dus in hetzelfde jaar dat de puinhoop of een paars, wat gewoon ook weer zo'n bij elkaar gesprokkeld boek was, wat nauwelijks zo serieus te nemen viel als politieke boodschap. Of als samenhangende politieke boodschap. Het trieste is dat heel veel journalisten ook als een bom gevallen zijn voor Pim Fortuyn. Ze zeggen, laten we het allemaal nog eens een keertje nalezen. Dus als signaal van dat er dingen mis waren, die oversterk gerelateerd waren aan de tekortkomingen van het paarse beleid, wachtlijst en dat soort van dingen, zeg ik, oké, dat is het kanariepietje. Je weet, de kanariepietje in de mijn. En dan, kanariepietjes zijn heel gevoelig voor frisse lucht. Maar even geen frisse lucht, boom, valt het kanariepietje van zijn stokje. Dan weet je dus, daar is iets mis en dan moet je er iets aan doen. Nou, daar kan ik inkomen. Maar de LPF en alles wat daarmee samenhangt. En ja, god, wie is de grote erfgenaam, niet waar, van Pim Fortuyn geweest? Dat is Geert Wilders. Wat heeft Geert Wilders er nou van terechtgebracht? Niets. In feite is Geert Wilders nog steeds een kanariepietje. Een ziek kanariepietje. Hè? In die zin dat hij misschien nog steeds signaleert dat er problemen zijn in de Nederlandse samenleving die overigens een heel diffuus karakter hebben. Die zou eens wat nader benoemd moeten worden. Maar nogmaals, de bijdrage van Geert Wilders aan de Nederlandse politiek is beschamend gering. En voor zover hij een bijdrage heeft geleverd, bestaat hij uit een obsessie. Namelijk dat wij geïslamiseerd zouden worden. Hè? Ja, dat jij ineens volgende week hier staat en dat er dan een geniaal meisje met een hoofddoekje reclame komt maken voor de Koran. Nou ja, je had nu weer in Zweden allerlei rellen, omdat de een of andere man of ook zo kinderachtig de Koran komt verbranden. Wat is er voor kinderachtig gedoe? Boekverbranding, wat doet dat goed beter dan denken aan het Derde Rijk, toch? Ja. Nee, Pim Fortuyn. Het stelt me, nou godzijdank heb ik die uitzending niet gezien, want daar had ik me weer zitten ergeren natuurlijk. Het is nu afgelopen, het was volgens mij afgelopen week de laatste. Dus het is... Nee, maar ik bedoel ook die talkshow niet gezien. Oh, die talkshow, ja. Nou, het viel mij dus op dat Spekman daar zat, dat wist ik dus helemaal niet. Dat was best wel positief, moet ik zeggen, over Fortuyn. Ja, ik denk dat Spekman ook gevoelig was natuurlijk, dat leefde sterk in de PvdA, dat de PvdA toch te veel een partij was geworden van academisch gevormde mensen, misschien met de beste bedoelingen. Hè? En voor ons een klassiek voorbeeld. Plasterk zei het nog eens een keer tegen mij. Van, aan mensen zoals jij hebben we eigenlijk niks. Dat was dat idee dat je, nou ja, dat het toch veel arbeideristischer moest worden.
Ja, de reden dat ook, laten we zeggen, in de jaren 60, 70 allerlei jonge intellectuelen bij de CPN gingen. Dan gingen ze ook zo'n leren jekkertje kopen en die gingen check roken en zo. Je moest, nou ja, dat zinvol is, dat heb ik eigenlijk nooit de goede reden voor gezien. Ze zeggen daarom ook dat Spekman nog steeds met van die t-shirts met korte mouwtjes en prints erop in de talkshow zit. Oh, dat wist ik helemaal niet. Om het arbeidsgevoel uit te stralen. Nou, dat zou kunnen. Dat is een mogelijkheid. Nee, dat de Partij van de Arbeid heeft zichzelf naar de verdommenis geholpen door daar. Nogmaals, ik wil ook niet steeds in herhaling vervallen door in Rutte 2, 5 jaar lang het meest lamentabele klote beleid tot ten uitvoer te brengen. Waar we nu voortdurend op moeten terugkomen, moeten veranderen enzovoort. Ja. Wat je maar bedenken kunt. Nou, wat ze wel een goed punt zeiden, ze zeiden we maken samen de democratie. Toen verwezen ze ook weer naar Oekraïne. Ze zeiden we moeten er met z'n allen links en rechts voor zorgen dat dat in stand blijft. En dat mag er ook zijn, die verschillen. Ook extreem rechts, hè, waar Fortuyn toen voor werd uitgemaakt, dat moeten we respecteren. Fortuyn was natuurlijk niet extreem rechts. Zoals toen werd dat wel zo ervaren. Hè, in zoals die club van hoe heet het? Van Thierry Baudet. Forum, ja. Ja. Dat was bij Fortuyn niet. Fortuyn was ook best een aardige man op zichzelf. Alleen had hij nooit in de politiek moeten gaan. Ja. Laten we nog even kijken naar een paar vragen die zijn binnengekomen via de WhatsApp. Je kunt dus dat inspreken. Nogmaals het verzoek om niet te bellen naar het telefoonnummer, maar gewoon het in te spreken. Dat gaat het makkelijkste. Laten we eens eventjes een dame. We hebben niet zo vaak dames in het programma, maar dit is een dame die wat heeft ingesproken. We kijken wat ze te zeggen heeft. Beste Maarten en Tom. Dit is Karin Nussen uit Westendorp. Naar aanleiding van een opmerking van Maarten enige tijd geleden heb ik de serie Brideshead Revisited weer eens van stal gehaald. En ik moet zeggen, er is geen woord gelogen. Wat een prachtige serie. Wat een schitterend Engels. Geen doldwaze acties. Heel verstild, maar het blijft boeien. Ik zou zeggen, voor iedereen een aanrader. Dank hiervoor. Ja, in dat kader was er ook nog een vraag over wat Russische literatuur. Hè? Of jij daar nog wat tips over had om te lezen. Nou ja, de meest voor de hand liggende tip. Laten we de mensen daarmee mee beginnen. Zijn ze voorlopig trouwens ook zoet. Dat is Anna Karenina. Lees het vooral. Ze woonde in 1000 bladzijden. Het is een nieuwe vertaling. Die liep als een trein. Ik vond het een fantastisch boek, echt. En de vertaler heeft ook een alleraardigst essay geschreven over dat boek en de vertaling. Waar je allerlei dingen uit leest. Ik wist helemaal niet dat Russisch geen lidwoorden had en zo enzovoort. En bovendien, ik geloof dat hij dat essay opent met de vraag van waar gaat Anna Karenina eigenlijk over? Ja, daar gaat eigenlijk nergens over. En dat is in alle opties dat een heel juiste analyse naar mijn idee. Maar het is een grootse roman. Nou ja, dan kun je meteen door naar Oorlog en Vrede. Dat is ongeveer van hetzelfde formaat. Dat is ook... Ja, dat is geweldig gedaan. God, hoe heet die vent als die dan bij zo'n slag is die gewond geraakt en ligt op de grond en hij kijkt naar de hemel. Nou, het is een fantastisch boek ook. En dan zou ik zeggen, doe dat. Dit is allebei, dan zit je al op 2000 pagina's ruim. En doe dan ook maar de gebroeders Karamazov. Dat begint een beetje traag en je denkt wel eens waar gaat het eigenlijk precies over. Maar het eindigt in ieder geval spectaculair en daar komt dat die fameuze... Dat fameuze verhaal komt daarin voor van de Heer Jezus die terugkeert op aarde. Lees dat ook vooral. We zetten de naam even in de beschrijving bij de podcast. Dan kun je het linkje zien. En dan heb je natuurlijk een hele reeks van klassiekers. Hè. Dat is natuurlijk Oplomov. Waarbij niet alleen maar, die wil alleen maar in bed blijven liggen. Ten slotte breekt hij met die gewoonte. Dan wordt het minder leuk. Maar het is een fantastische roman. Begin daar. En nou ja, God, je hebt Turgenev. Het is... Het moet gek lopen, wil er echt je zakken aan zijn. Het zijn geweldige schrijvers. We hebben een paar keer, een paar afleveringen geleden gehad over het nut van oorlogsvoering. Jij vroeg je af, kun je elegant oorlog voeren? En Timo Haver die heeft daar een vraag over. Beste Tom en Maarten. Hier spreekt Timo Haver uit Haarlem. En ik luister al helemaal sinds het begin met veel plezier naar jullie podcast. Ik had een vraag. In een van de laatste podcasts zei Maarten dat een van de weinige voorbeelden die hij kon verzinnen van iemand die een oorlog begon en daar voordeel aan had, Frederik de Grote van Pruisen was. En toen moest ik zelf denken. Otto van Bismarck begon ook in de 19e eeuw oorlogen. En kan je niet zeggen dat Pruisen daar ook voordeel van gehad heeft? Ik was sowieso wel benieuwd wat Maarten Verossum van Otto van Bismarck vindt.
Ik denk dat hij het met me eens moet zijn dat dat een van de belangrijkste figuren uit de geschiedenis geweest was. En dat hij ook zelf een boeiend figuur is. Ik zou persoonlijk wel een hele podcast aan Otto von Bismarck willen wijden. Ik vind dat hij te weinig aandacht krijgt in de geschiedenis. Maar als Maarten Verros hem nu al kort zou willen antwoorden hoe hij dus over Bismarck denkt en of de oorlogen van hem Pruisen voordeel hebben opgeleverd, zou ik ook wel dankbaar zijn. Dank jullie wel. Blijf zo doorgaan. Ja, ik zou zeggen touché. Daar heeft hij ook wel gelijk in natuurlijk. Dat Bismarck eigenlijk stap voor stap door een reeks van oorlogen, dat speelt allemaal in de tweede helft van de 19e eeuw, heeft hij natuurlijk van Duitsland één natie gemaakt. Vergeet niet dat die Duitse natie is uitgeroepen in januari, dacht ik, 71 in de spiegelzaal van Versailles, om het bij de Fransen nog eens even in te peperen, dat nu Duitsland in feite de up-and-coming bogendheid in Europa was en Frankrijk niet meer, terwijl Frankrijk natuurlijk vanaf de 17e eeuw de dominante Europese mogendheid was. Denk aan de Napoleontische tijd. Ja, hij heeft gelijk. Bismarck heeft door oorlogvoering in feite een soort hereniging is natuurlijk het verkeerde, een vereniging van Duitsland tot stand gebracht. En toen hij dat eenmaal, want hij heeft een oorlog gevoerd tegen Oostenrijk natuurlijk. Hij heeft een oorlog gevoerd tegen, Denemarken geloof ik. En hij heeft natuurlijk een oorlog tenslotte tegen Frankrijk gevoerd. Die eigenlijk beslissend was, omdat Frankrijk in feite in no time door de Duitsers verslagen wordt. En dat is steeds, het Duitse militaire apparaat is steeds voortreffelijk in orde geweest. Jammer genoeg in allerlei opzichten, maar goed, voortreffelijk in orde geweest. En toen Bismarck natuurlijk eenmaal dat nieuwe Duitsland tot stand had gebracht, wat dus nogmaals gesticht is daar in die spiegelzaal in Versailles. En daar zijn ook mooie plaatjes van. Toen zeiden ze, nu ga ik dat consolideren. Nu moet ik er dus voor zorgen dat er niet op welke manier dan ook een coalitie van Europese staten tot stand komt gericht tegen Duitsland. Dus dat betekende dat hij bondgenoot moest zijn van Oostenrijk-Hongarije. Dat was natuurlijk het andere grote rijk in Europa wat toen nog bestond, wat de Eerste Wereldoorlog niet overleefd heeft. En bovendien moet ik ook eigenlijk een verdrag hebben met Rusland. Een zogenaamd rückversicherungsvertrag. Want als ik dat niet heb, dan bestaat natuurlijk altijd de kans dat de Russen en de Fransen zich zullen verbinden. En dat Duitsland, wat daar middenin zit, in feite veroordeeld is tot een potentiële tweefrontoorlog. En op een goed moment wordt Bismarck ontslagen door Wilhelm II, een nieuwe jonge keizer, wiens vader was de eerste keizer van het nieuwe Duitsland, maar die is al heel spoedig overleden. Dan wordt het Wilhelm in allerlei opzichten een tragische figuur, zo je wilt, een tragicomische figuur. Het is maar net wat je ervan maakt, maar hoe dan ook. Hij stuurt Bismarck weg en begint met nieuwe kanseliers van het Duitse keizerrijk. En het gek genoeg hebben die al heel snel zijn die tot de conclusie gekomen dat drukverzichtingsvertrag, dat hebben ze laten verlopen. Dat is beëindigd. Nou ja, en dan in no time, ik geloof al in 1893 of zo, dacht dat Bismarck verdween in 1890. Ja, die man verrast me een beetje met die Bismarck, maar goed. Maar in 1893 laten ze dat drukverzichtingsverdrag, dat hebben ze laten lopen. En dan sluit Rusland natuurlijk een bondgenootschap met Frankrijk. En dan zijn we natuurlijk in zekere zin op weg naar de Eerste Wereldoorlog. Want dan moeten in feite de Duitsers iets verzinnen wat ze gaan doen in het geval van een tweefrontenoorlog. Stel, ze raken in oorlog met Frankrijk, dat zou kunnen. Nou ja, als dan Rusland ook meteen gaat, hoe gaan ze dat aanpakken? Nou, daar hebben ze dan een fantastisch plan voor gemaakt. Dat is het, kan ik nu natuurlijk in mijn Alzheimer momentje even niet opkomen. Zij besluiten een tweefrontenoorlog te voeren, eigenlijk door er twee eenfrontsoorlogen van te maken. Het idee is, eerst wordt Frankrijk zo snel mogelijk verslagen. Ze dachten dat dat wel zou kunnen. En dan, aangezien de mobilisatie in het Schlieffenplan, zie jij bij mij, het Schlieffenplan. De mobilisatie in Rusland zal zo lang duren
dat we net klaar zijn met Frankrijk en dan zetten we de hele zaak op de trein naar het oosten, niet waar, en dan kunnen we daarna Rusland verslaan. Nou ja, iedereen weet, zo is het niet gelopen en de Eerste Wereldoorlog is vastgelopen in die tragische, volkomen onnutte, in feite ridicule loopgravenoorlog die tenslotte aan de oude orde van Europa een eind gemaakt heeft. Dat is de eerste introductie, zou ik zeggen. Was Bismarck een groot man? Zonder enige twijfel. Zonder enige twijfel. Wat ik natuurlijk altijd onthoud, was dat hij eigenlijk bij een of andere ging onderhandelen over de nieuwe Europese orde. En dat Bismarck meerdere glazen Madeira had gedronken voordat hij aan de onderhandelingen begon. Oh. Dat is nog heel gebruikelijk op sommige plekken. Nou ja, ik dacht als ik dat gedronken had, was ik direct dood neergevallen. Maar dit is kennelijk... Ja, Bismarck was een man die denken kon. Ja, dat is het wonderlijke van Duitsland in allerlei opzichten. Dat ze vaak hele, hele goede leiders hebben gehad, maar net op de verkeerde momenten hele, hele slechte leiders. Ja. Oké, bij deze. Nou, volgens mij hebben we alles wel gehad. Zijn we eruit. Ja. Het zonnetje schijnt nog steeds. Ja, heerlijk. Ik ga nu dat boek zitten bekijken. Ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat het hele mooie plaatjes zijn achter die... Farini. Ik zeg het nog maar eens even. We hebben natuurlijk een show zonder plaatjes, maar... die hele dure auto's van de jaren 30. Voisin, de La Haye, Bugatti, zijn zulke prachtige auto's. Dat. Als het goed is, staan ze erin. Ja. Een soort van... Jugendstil-achtige auto's eigenlijk. Ja. Maar ook al die merken, al die Franse merken. Ik zit even te denken, waren andere auto's. Het was van een ongekende, subtiele elegantie. Je hebt ook wel indrukwekkende Amerikaanse en Duitse auto's uit die periode. Maar zo elegant als de Franse, nee. Ik ben benieuwd. Ja, de hoest overweldigt mij, dus we gaan ermee stoppen. Ja. Dat betekent eigenlijk dat wij onze ingrijpende en zo scherp mogelijke kritiek op Fortuin, dat wij die voort moeten zetten. Ga lekker naar huis koken, veel beter. 2 weken geleden is de LPF op de fles gegaan, althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk het échec van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.